Het probleem van de leerkrachten van Para omtrent de overvolle bus is opgelost. De groep dreigde de vorige week met werkneerlegging hierover. Ze gingen ervan uit dat het ministerie van Onderwijs had bezuinigd, waardoor er één bus op de route was weggevallen. De groep kreeg namelijk te maken met een overvolle bus en vaak konden niet eens alle leerkrachten mee. Na overleg met het ministerie de vorige week kwam vandaag naar buiten dat door miscommunicatie van het schoolhoofd van Houttuin het probleem van de overvolle bus is ontstaan. De leerkrachten van Houttuin moesten namelijk met een andere bus van en naar school. Dit is echter niet naar hen doorgespeeld, waardoor zij de verkeerde bus pakten, namelijk die bestemd voor de leerkrachten van Para. Met als resultaat een overvolle bus. Intussen is er met de leerkrachten afgestemd en is het aantal goed verdeeld over de beschikbare bussen. Dus het probleem is uiteindelijk makkelijk opgelost. Vanaf morgen gaan alle leerkrachten van Para normaal naar school.